Blijkbaar is Niels LaRos met Delftenaren met 3D geprinte sliers ja. bezig. Met aerodynamica. Ja. Niels LaRos, 1500 meter loper onder andere. Dus er is wel degelijk iets gaande. Er is zeker wat gaande. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over strakke shirts, korte kapsels en slimme sleeves tijdens het hardlopen. Zinvol of onzin? Terwijl strakke pakken en gestroomlijnde helmen heel normaal zijn in het wielrennen en schaatsen. Zien we op de atletiekbanen en marathonparcoursen vooral nog wapperende kleding en meebewegende haren? Waarom is dit? Valt er eigenlijk wel winst te halen met kleding en kapsel bij het hardlopen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugger, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Als deze aflevering uitkomt, is het vrijdag 20 september. Oftewel nog maar één maand voor 19 oktober. Zaterdag 19 oktober. De honderdste. Eh, tweehonderdste. <laughs> Ja, precies. Het gaat ook zo 200. snel. 300ste, ja. En uh, we hebben inmiddels al een goed gevulde zaal in Fine. de Binder. Ja. Maar er is ook nog plek. Dus ik dacht, naar analogie van de Marathon van Rotterdam, gaan we na dit weekend, oftewel dat is dan 21, 22, 23 september. De prijs van de kaart omhoog oh, Oké, okay. en dan per uur omhoog, hè? want zo ging het in Rotterdam. Nou, ik week. zou zeggen per tranche. Per tranche. Toch? Dus okay, uh, de volgende badge kaart ja. heeft een prijs. Ja, en we zijn uh, nog altijd goedkoper dan die Marathon van Rotterdam, hè? Stukken. Oké. Okay. Want ik kan ja. ook wel achter de schermen delen, ja, we vragen jullie een bijdrage. Toen ging ik daarna eens even uitrekenen wat eigenlijk alles kost. De mensen die tot nu toe een kaartje en komend weekend een kaartje kopen, uh, daar leggen wij nog een beetje op toe. Maar dat doen we met liefde. En dan hoop ik dat we vanaf dinsdag dan mensen binnenhalen. waar we gewoon budgetneutraal mee kunnen feestvieren. Tot zover de reclame. Die heb je natuurlijk ook over ja. voor de aflevering gehoord. We moeten het gaan hebben over hardlopen. We moeten het gaan hebben over aerodynamica. Ja. En we gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: Goh, hoe groot is eigenlijk de luchtweerstand tijdens het hardlopen? Kun je die eventueel verlagen? En zo ja, hoe dan? En welke wetenschappelijke studies zijn hier eigenlijk naar nou gedaan? En wat hebben die gevonden? Mm -hmm. Aanleiding is eigenlijk diverse. Uh, we kregen bijvoorbeeld een appje van vriend van de show, vastluisteraar Lucas van Rosmalen. Ja. Met een groot artikel uit de Volkskrant. Dat heb jij natuurlijk zelf ook gelezen, ja. deze zomer rondom de Olympische Spelen. Ja, het was de Olympische Spelen. Daar werd het ineens weer, weer, zeg ik dan, een behoorlijk onderwerp. In de verschillende talkshows en podcasts en noem maar op. Ja, Jacques Gillis tipte ons over In het Wiel, waar Thijs van Veld het ja, over had. Altijd. En ook in zijn column. Ja, Hoezo al die losse shirts? Ja, en die, die nummers die dan haren. losgespeld uh, blijven of nog steeds worden. Waar, waarom gebeurt daar zo weinig? Doen ze er niks mee of speelt het misschien helemaal geen rol? En uh, ja, los daarvan, uh, ja, tactisch lopen, ja of nee, in de slipstream van, van iemand lopen. Zoals Sifan behoorlijk goed kan, natuurlijk. Ja, dat weten we uit een eerdere aflevering nee, dat dat best wel had. slim is. Hè? Dat, uh, aflevering 111. Aer ook aerodynamica speelt een, uh, een rol in het hardlopen. Maar wordt in tegenstelling eigenlijk tot wielrennen altijd gezegd, ja, is minder relevant of niet relevant. Want het belangrijkste is denk ik wat men zegt van, ja, het gaat gewoon niet zo snel. En we weten dat luchtweerstand een uh, kwadratisch toeneemt met de snelheid. Dus ja, wat moet je nou als je nou met, met uh, pak een beet 15 km per uur uh, uh, rondshokt. Versus als je op 40 km per uur uh, op een fiets zit. Ja, wij leerden in aflevering 60, waar we het uitgebreid hebben over alle aspecten van aerodynamica ja. bij fietsen. Ben je wielrenner, ga vooral luisteren. Ja. Dat inderdaad pas vanaf een 37, 38 ja. km per uur. Wordt het echt zinvol om, over, uh, om nog beter over aerodynamiek ja, te denken? Ja, precies. Goed dat je dat zegt. Om na te denken over uh, sokken en, uh, en helmen. En misschien uh, bobbeltjes wel of niet op je shirt en je ja. kleding. Ja. Uh, dat klopt. Er, dan moet je al best wel hard fietsen, hè, toch? Ik ja. wil, maar dan heb je al, waarschijnlijk, zit je dan al voorover gebogen op je, op heb je, je al fiets. Een slimme houding. En heb je misschien een trillonstuurtje of iets dergelijks. Ja. En, uh, dus dan, dan begint echt dat je denkt, ha, hier valt misschien nog wat gratis uh, winst te halen. Um, ja, er is gewoon uh, de, de atletiek is heel conservatief, dat is één. Denk ik, dat is uh, belangrijk. je ja? in de Slimme Versteren podcast. Uh, maar de wetenschap daaromheen ook, of die heeft laat het gewoon heel lang uh, links liggen, heeft het links laten liggen, want wel geteld is eigenlijk, uh, ja... Als ik het simpel bekijk, als je het puur hebt, misschien over de invloed van kleding, kapsels op uh, ja, lucht, uh, luchtstroomweerstand, is het, uh, zijn het twee studies inmiddels. Twee? Ja. Die jij en hebt dan kunnen vinden. Eén recente van Bert Blokken. Ja. Nou, daar gaan we die daar dieper op we in. Vaker. Ja, Bert Blokken was natuurlijk de, de windtunnelprofessor uit Eindhoven, is inmiddels verhuisd. Ja, Hij zat altijd in Leuven. Maar doet nu ook zijn metingen in Edinburgh en, en in andere uh, universiteit in Engeland. Okay. Ben ik achtergekomen. Ja. Um, hij deed onder andere volgens mij ook uh, de metingen destijds voor uh, Visma of Jumbo-Visma ja. toen. Ja. Um, sportlabs is hier ook wel zo langs geweest. Hij, kijk, als het om Eredinavica ging, is er al Bert Blokken en... Ik heb hem in het verleden ook voor Spoorlabs Moet Ik moet even uh, goed heet, dat we daar even op komen. Hem ook benaderd. Eigenlijk voor een item destijds al over strakke kleding op de 100 meter sprint. En toen zei hij: Ja, dat is heel interessant. Maar daar weet ik, de, ik heb daar wat berekeningen aan gedaan. Daar valt zeker wat te halen. Maar willen we dat goed doen? Ja, dan moeten we gewoon echt uh, ja, gedegen onderzoek doen. En dat. Kan ik nu nog niet eigenlijk? Want dan wordt het gewoon zo'n leuk show-item op tv. En ik wil het gewoon echt ja, goede getallen, echt uh, een wetenschappelijke benadering moeten erachter zitten. Toen dacht ik, ja, dat doe je toch even, Bert? Hè? Dat doe je toch even voor hè? ons? Zindt nou, dat je aan en gaan. Was toch niet zo simpel, gaf hij toen al aan. En uh, nu snap ik ook waarom. Het heeft ook wel een tijdje geduurd. Maar hij heeft nu, denk ik, echt een hele prachtige studie. Uh, met allerlei mitsen en maren misschien ook nog. Van, maar dat geeft me aan hoe. Ingewikkeld, het toch wel is, en hoe. maar ook wel hoe interessant het is, misschien. voor wetenschappers om te onderzoeken. maar dat je onherroepelijk. kijk. Um, dus. dus. Er is nu Deszeker. een studie van bedblokken ja. specifiek naar kapsels en kleding. En we, maar we weten, gaan we het over hebben. een N is 1 is nog steeds. Uh, nee, 1 studie nee. is geen. hadden we het laatst bij de Omius ook over. Daarnaast gaan we eind van de aflevering natuurlijk even zoomen met Vroemen. Ja. Want deze zomer was ik erg enthousiast over Radio Olympia. Op een gegeven moment belde ik jou. Ja. En ik zeg: Jurgen, weet je wat ik nou hoor? Ja. Blijkbaar is Niels LaRos <laughs> met Delftenaren met 3D geprinte sliers ja. bezig. Met aerodynamica. Ja. Niels de Ros, 1500 meterloper, onder andere. Vijf kilometer, geloof ik ook. Dus er is wel degelijk iets nee, gaan. Er is zeker wat gaande. Dus we, alleen... we zullen straks eens even aan Guido vragen. wat hij ziet ja. in de topsport. En, uh, wat maar daar het gebeurt. probleem daarin is, is gewoon dat daar niet zo heel veel gedeeld wordt. Omdat dat, ja, of het wordt niet gepubliceerd. Ja, omdat daar toch een beetje. De, de concurrentie wil je niet te snel laten meeloeren. Toevallig, ik heb wel even. Uh, in, in de voorbereiding hierop. Een appje gestuurd naar degene die de windtunnel daar beheert in, uh, in Delft. En uh, alleen, ja, daar krijg ik gewoon geen antwoord op. Die wilden ja, daar niks nee. zeggen. En ik heb ook de publicatielijst dan van in dit geval Wouter Terra bekeken. Ja, daar heeft hij wat over het schaatsen en over het wielrennen recent gepubliceerd, maar nog niks over die sleeves. Nee. Als je die sleeves inzoomt, ik stuur hem ook al rond. Ja, dat is een soort krokodillenhuiden. Het zijn ja. een beetje schubben worden het en. Uh, ja, dus de, um, we hebben volgens mij ook nog een. Een, 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 een luisteraar heeft ooit een Instagram-post, volgens mij ook doorgestuurd. Ging om speciale aerotape van Kip had hij helemaal ingezoomd. Ja. En dan zie je eigenlijk, ja, het is niet gewoon blauw tape, zoals we dat kennen. Maar daar zit uh, heel interessant. Ook allerlei bobbeltjes, of verhogingjes, of torentjes, of noem maar op. In de, ja. Ja. Dus op, daar gaan we het even dus over, hebben. over met. Er wordt Guido over straks. nagedacht. Ja. Ja. Guido, gaan we naar topsport kijken. We gaan met jou die peper van blokken induiken. Ja. Even het belang, leerden we al in aflevering 111. Het zou kunnen gaan om minuten. Op een marathon. Ja. Tegelijkertijd zien we afgelopen zomer in Parijs dat atletiek wordt beslo beslist op honderdste ja. en in een enkel geval zelfs op Klink. duizendste. Ja. Dus dan zou je kunnen zeggen, in de kortere, hele snelle nummers, in ieder geval op topniveau, ja. is dit echt wel zeker. Kan dit een ja. factor van belang ja. zijn? Maar op een marathon, ja, dus een beetje een disclaimer dat mensen naar nou, aanleiding van deze aflevering denken: oh. Wow, ik moet maar eens uh, vet geld gaan uitgeven aan... Nou ja, alles Drie wat degen, er misschien printen, voorbij fix. komt. Ja. Ja. Dan moeten we even toch terug. Als je kijkt, 40 km per uur. Uh, wat is de, de, de bijdrage van de luchtweerstand bij het fietsen? Nou... 80, misschien 85 procent wordt al snel gedacht. Als je Je bedoelt omdat als je aan het fietsen bent, je, rol, je rolt over een weg. Ja. Dus dat gaat als vanzelf. De rol je is hebt altijd klein. Wegstand, dus Precies. de enige tegenstander is de wind. 80 procent. Ja. Is wind. En pas als je gaat klimmen, ja, dan komt de klimweerstand ja. erbij. heb nou, Je hebt een beetje mechanische weerstand van de fiets, van de ja. ketting, maar dat is tegenwoordig zijn die fietsen en zo. Precies. Ja, die, die, die hebben amper energieverlies in die, uh, in die onderdelen. Dus het is gewoon de belangrijkste is gewoon de luchtweerstand vooral als je hard gaat. Nou, uh, Hoe is dat bij lopen? En bij het lopen, ja, de schattingen die dan gedaan zijn, het is gewoon een stuk minder. Los van ook bij 40 km per uur, namelijk, is de schatting dat maar om 10% gaat omdat de rest van die energie allemaal opgebracht wordt om ja, dat gewicht over precies, die weg te Precies, eigenlijk heb je zo, zeg ik het altijd, eigenlijk ben je zoals op uh, uh, continu aan het klimmen, zoals je zou doen ja. op, uh, bij het fietsen. Ja. Zo voelt dat ook. Je hebt gewoon jouw lichaamswaartepunt wat omhoog gebracht moet worden en naar voren. En daar gaat heel veel energie uh, naartoe. Dus dat is eigenlijk misschien een combinatie van rolweerstand en, en klimweerstand samen. Maar, maar dat is. Ja, nou, toch even dan de verschillende constanten. Jij zegt bij 40 schatten ja. we 10. Als je dan kijkt naar lopen, ik zag ook, volgens mij op datzelfde beroemde Instagram, slimme Podcast ja. en Post, dat Jacob Ingebritsen op zijn 1500 meter wereldrecord loopt bijna 25 km per uur, mm -hmm. 24,6. Ja. Ja. Als ik goed zeg. Dan kunnen we nog zeggen ja, 25 km per uur is geen 40. Nee, nee. maar stel, ze in een stadion niet aan de hand, maar op de weg wel. Beetje wind, beetje wind tegen. Ja, en, en dan ja, zitten we al op 35, ja. 40 km per uur. Nee, zeker. Maar ja, nee, helemaal mee eens. Uh, ik heb Jogi die sub-twee-uur-poging. Uh, uh, en ja. die, gelu die gelukt is trouwens. Ja, daar zat Bert Blokken natuurlijk ook achter. Die heeft toen. Uh, ook nagedacht over de ideale formatie van die groep. En ja. uh, die geeft zelf ook aan dat dat misschien wel 15% toen uh, voor de verlaging van de luchtweerstand heeft gezorgd. Dus maar ik nu bedoel... terug naar jou en mij. Ja. Stel wij lopen 12 ja. of 13 of 14 km per uur. Dan moet het wel stevig waaien. Ja. Wil het bij ons echt wat uit gaan nou, maken? Nou ja, en dan heb je natuurlijk twee dingen: van luchtweerstand. Uh, die kun je verlagen dus er, ja, door achter iemand te lopen. Ja. Dat is denk ik de makkelijkste manier ergens. Ja, belangrijkste maar advies uit de aflevering. 111. Als jij nou zo goed bent, of uh, ja, je mag niet. Niemand wil jou in de groep hebben, of weet ik. Zo, eh, je of je loopt, loopt alleen, alleen in de ja. marathon Brabant. Ja. Met ja, dan moet je, kun je gaan nadenken, wellicht over je kapsel. Of Over je kleding. En dat is eigenlijk waar Bert Blokken onderzoek naar gedaan heeft. En waar één studie eerder. Laten we daar maar mee beginnen: 1986. Uh, Kyle. 1986. Ja, Kyle die heeft heel veel ook met uh, Aerodynamica bij het fietsen gedaan. Um, en één studie, dus schijnbaar, ik ken hem ook niet, maar Bert uh, die verwijst daar naar in zijn stuk. En wat hij deed, ja, hij had een kleine windtunnel toen nog maar. Ja, het, er waren ook niet zoveel windtunnels. die had een paspop genomen en die, uh, die paste niet in zijn geheel in die windtunnel. Dus wat hij deed, hij stopte eerst uh, een been van, van die paspopp erin en die, uh, dat deed hij, ja, ging hij verschillende. Kousen en, en schoenen en zo testen eigenlijk, op die manier. Daarna deed hij die pop met het hoofd erin en ging kijken naar kapsels. Gewoon met pruiken of een, een badmuts op. En uh, had hij denk ik nog de laatste, ik zal even kijken wat ik heb opgeschreven. Oh ja, de, de, de schoen. Puur de schoen gekeken of die veters... Uh, of je, als je die wegwerkt, of als je daar weer een kous overheen doet, of dat iets uitmaakt. Nou, de eerste, dat zijn echt de eerste metingen die gedaan werden. Ja, hou, ik, ik... hou vast, hou vast. Ik wil even iets toevoegen, want ik realiseer me dat net als ik een beetje context probeer te schetsen over hoe snel wij lopen, ja. maak ik een denkfout. Want door wat jij nu zit te vertellen, ik heb natuurlijk eerder dit jaar een tijdrit gedaan, heb ik overschoentjes gekocht. Mm -hmm. Waarom? Ja. Als ik natuurlijk zeg dat ik, oké, okay, laat ik het relatief. Nou, ik doe het even makkelijk voor de som. Als ik zeg dat ik 15 km per uur loop, dan is dat hoeveel ik gemiddeld voorbeweeg. Maar als ik kijk, en ik moet eraan denken, omdat je het zegt: schoenen, sokken. Mijn been mm -hmm. is natuurlijk de helft van de tijd naar voren aan het zwaaien met 30 km per uur. Ja. Om daarna de andere fase stil te staan, want anders kom ik niet op gemiddeld 15. Dus daar zitten we al met veel hogere snelheden ja. te werken. Nou, dat ook... Laat staan met je armen die door de wind. Ja, maar dit zwaaien. zijn allemaal losse vragen die je nog helemaal niet beantwoord zijn en ook heel moeilijk te beantwoorden zijn in bijvoorbeeld de windtunnel. Dat ik denk, precies, nu gaat het gebeuren. Precies, in 86 zag nee, hij al alleen dat been. Nee, helemaal. Vetus. Dus de, eigenlijk was alleen de conclusie van dat verhaal: ja, er is zeker luchtweerstand. Uh, afhankelijk ook, want die deed gewoon bij verschillende uh, luchtstroomsnelheden. Dus bij, afhankelijk van de snelheid. Ja. Nou, die kwadratische relatie waar ik het over had, die werd daar dat toen ook gevonden. En hij, hij zag eigenlijk dat door die schattingen dat, dat er een verschil met een luchtweerstand: die kon je met een half tot aan 6, 7 procent verlagen door eventueel een badmuts of door een, een, een strakke kous. Dus hij, zijn conclusie was al: er is echt wel wat te halen. En als je het dan omzet van luchtweerstand naar daadwerkelijk. Een tijd of, uh, of energie. Nou, ja. 100 meter, zei hij. Als je een 2% vlag van luchtweerstand, zei Karel. Dan krijg je 1 honderdste seconde tijdswind op de 100 meter. En nou, daar worden 100 meter mee gewonnen en verloren. Dat is heel wat, denk je. Dat is wel belangrijk, sowieso. Ja, voor een marathon 5,7 seconden. Nou, daar word ik nog niet. Maar nee. misschien in de top zou je zeggen... Oké, okay, daar kan het ook relevant zijn. Maar dan denk ik, van, dan is het uh, lopen achter iemand aan of in een in formatie. Ja. Zoals we toen in, in onze aflevering eerder uh, vertelden. Dus heb je meer aan inderdaad. Ja. Maar goed. Het, dit was 86. Dit was 86. Nu gaan we naar anno 2022, 2023, 2024. Ja. Bert Blokken. Nou, Bert Blokken, die heeft het dus echt heel grondig aangepakt. En uh, ja, ik vind het, dat artikel is echt. Nou, het is heel lang. Het is natuurlijk ingewikkeld. Het is formules, want ja, het is toch gewoon ingenieurschap uh, gebeuren. Maar heel leuk, uh, afgewisseld met uh, plaatjes en figuren. Waardoor ook uh, iemand zoals ik het uh, best wel redelijk doorheen kan uh, komen. Hij heeft gewoon eerst gedacht: van ja. Hoe gaat het in de praktijk eraan toe? Dus je ziet daar een heel uh, een lijstje met eigenlijk. Het gaat in principe, heeft hij de, het verspringen bij de dames genomen. Waarom juist verspringen? Ja, omdat daar, daar vooral als ze neerkomen, dan zie je nog het meeste gebeuren ook met die haren, zeg maar. Oh ja. Om het een beetje te denken: van, nou, waar, waar is het relevant? Misschien valt het hem wel op dat juist bij het verspringen, dames, dat die het minste nog doen aan. Want je ziet tegenwoordig 100 meter sprint zie je toch wel relatief vaker wat strakke shorts en zo. En, ja. uh, ik en zie in haren, ieder geval, als ik eigenlijk... aan Femke Bol en ja. Lieke Klaver denk op het spel. hebben die strak ingevlochten haar. Ja. Dat ook zal best ook best vanwege aerodynamica strakke zijn. kleding, ja. ja, of gewoon gemak. Hè. Het zit anders in de weg. En ja, uh, ja, ja. dat wil je ook niet. Ja. Dus hij heeft in dat artikel een, uh, ja, een x-aantal foto's verzameld van topverspringsters. En dan uh, constateert hij van. Jeetje, dat gaat echt alle kanten op. Tot gewoon een, een strak. Ja, Je kijkt nu naar het scherm. De kijkers in YouTube uh, kunnen even meekijken. Beschrijf eens. Wat zien we? We zien in totaal 6 plus 6, 12 ja, foto's. Ik herken ze zeker niet allemaal. Maar nee. het is van uh, kort knotje tot uh, uitbundige. Uh, ja, er staan letters uh, bij, hè. Van A tot en met tot, L. Tot dreadlocks. Uh, en vooral bij het. Uh, ja, je ziet gewoon de, al die haren die wapperen lekker alle kanten op op het moment dat er of zij in die zandbak landen of over een horde heen springen. Of, nou ja. Dus hij geeft maar aan dat er gebeurt daar van alles. Eh, en er wordt waarschijnlijk nou, weinig rekening gehouden met het bij elkaar binden of het kort houden van het kapsel. In eh, ja, zo'n discipline waar het uiteindelijk om centimeters gaat. Ja. Ja, ja. Eh, en dus hij vond dat een heel mooi uitgangspunt. Om te zeggen, nou, dat wil ik eens goed gaan uitzoeken Helder. door middel van uh, aerodynamische metingen zoals ik die kan doen. Vertel, wat ging en dat dat doen? Zijn, ja, hij doen? De windtunnel staat dan redelijk centraal. En wat hij uh, doet is, uh, nou ja, verspringen is ook nog interessant, zei hij. Ja, maakt het misschien uit welke soort sprong je doet, uh, welk, welke techniek. Uiteindelijk okay. eigenlijk zijn er drie, drie technieken, daar hoef ik ah, verder niet op in te gaan. Dat is wat nee. ik zie, want je hebt die, nog meer plaatjes meegenomen. Voor de insiders. En nou heeft hij gewoon die beelden eerst helemaal laten analyseren. Of dat gaat tegenwoordig automatisch. En dan zie je eigenlijk dat je aan de hand daarvan een aantal um, ja, poses, houdingen... Um, dus eigenlijk alles alle kleding is er van afgetrokken, zal ik maar zeggen. Dus ja, we ik ga het met... voor onze luisteraars proberen te beschrijven. We zien eigenlijk drie groepen van figuren. Iedere groep representeert een bepaalde techniek. Van uh, houding 1 tot houding 8 of 11 of 9. En we zien er als het ware een, een mensfiguur in allerlei poses door de lucht vliegen. Van de afzet tot de landing ja. in het zand. En deze. Houdingen heeft hij dus geclassificeerd om die vervolgens met een windtunnel te kunnen ja, bestralen. Ja, hij zei dan zijn er zijn drie technieken. Dus die stride jump, dat is het linker gebeuren. Dan ga je met één been ja. vooruit. Uh, de hitch kick, waarbij je echt gaat, de kick zegt het al, met zo'n schaarbeweging maakt. Ja. Of je hebt die laatste en dat is de hang style. Waarbij de benen eerst naar achteren, twee benen naar achteren en dan op het laatste. Dan uh, werp je die naar voren. Zodat je in ieder geval daar met twee benen tegelijk in de zandbak terecht komt. Ik leer hier en meer over van, verspringen dan over ja. lopen. En dus hij dacht, misschien maakt dat ook nog wel uit. Want je kan, als je kijkt, puur luchtweerstand. Dan weten we in ieder geval iets van frontaal oppervlak... Ja. Is belangrijk, hè? Ja. Dat, Hoeveel uh, heb je? Dus ja, als die armen die gaan soms omhoog, soms zijwaarts, uh, soms weer naar voren. Ja, daar kan je van alles vinden over het frontaal oppervlak. Nou ja, dit vind ik dan echt fantastisch. Eigenlijk. Volgende foto ja. uh, op het beeld. Dus aan de hand van die, die beelden, uh, de, uiteindelijk door de computer gegenereerd vanuit videobeelden, gaat hij gewoon eerst miniatuurpopjes, zijn een uh, kwart uh, grootte van echte mensen. Oké. Okay. Ja, ik denk een Om het behapbaar een beetje te laten, heeft hij al die poses. Die heeft hij, nou ja, heeft hij in poppetjes uh, laten gieten of laten printen. Ja. Uh, in een windtunnel gestopt, dat zie je daar rechts. En uh, ja, daar kan je natuurlijk voor elke pose kan jij iets gaan berekenen. Bij verschillende snelheden van luchtstromen. Ik ja, schakel door naar het volgende Vaak plaatje. Vaak die, die, die CDA-waarde komt naar voren. Hè? Dat is een beetje ja. die combinatie van fontaal oppervlak en de luchtweerstandscoëfficiënt. Hoe makkelijk glijdt eigenlijk die luchtstroom langs zijn lichaam poppetje. heen. Ja. Nou, en dan gaat hij uiteindelijk in de computer met uh, CFD, Computational Fluid Dynamics. Uiteraard. Nou, dan, dan gaan we Software. een pet erboven. Maar, ja. uh, dan krijgt hij dit soort mooie plaatjes waarbij ik echt kan kijken naar de luchtstromen, wat ze doen. Achter het lichaam met name, want daar gebeurt het vaak. Het stroomt wel uh, mooi langs het lichaam, maar als die luchtstromen dan weer samenkomen, ja, dan gebeuren er gekke dingen. Dan kan er turbulentie ontstaan, waardoor je juist een beetje naar achter wordt getrokken en die luchtweerstand uh, flink omhoog gaat. Ja, voor de luisteraars, wat ik zie is uh, eigenlijk twee rijen plaatjes, boven en onder, waarin we eigenlijk die verschillende houdingen allemaal weer tegenkomen, yep. van 1 tot 8. En dan per plaatje zit daar met een soort kleurenschaal ja. van blauw tot rood. Dus. Is daar een effect aangegeven waar er veel velocity ratio, dus waar veel verschil in windsnelheid ja. is, gok ik. Klopt. En waar uh, druk drukverschillen. Ja. ja. Ja, ja. En, uh, en da vanuit daaruit kun jij natuurlijk uh, berekeningen doen over de daadwerkelijke luchtweerstand. Hey Jurgen, als jij en ik en... als leken naar dit plaatje kijken, zien we nog niet hele verrassende dingen. Namelijk achter de torso zit er veel drag en ja. uh, eh, zit er veel uh, snelheidsverschil. En op de voorkant van het torso en het gezicht ja. zit er veel luchtdruk. Ja. Tot zover geen verrassing. To tot zo, nee, maar je moet dan echt inzoomen om uh, wat verschillen te zien en in die kleurtjes te kijken. Maar ga maar na, dit heeft hij dus gedaan voor al die poses. Nou, dat is best wel werk, hè, denk ik. Ja. Toen heeft hij gedacht, ja, wel leuk, zo'n kwartpop, Maar ik moet eigenlijk toe naar een, een hele een mens. Dus dat nemen ze paspoppen voor. En... Ja, want uiteindelijk ging hij onderzoek doen naar kleding en haar. Ja, precies. Dus uh, volgens mij grapt hij ergens in dat artikel in de Volkskrant van, ja, heeft hij bij, nou ja, ergens heeft hij bestellingen gedaan... van allemaal losse kapsels of pruiken en daarnaast allemaal soorten kleren besteld, dus dat is uh, volgens mij grappig dus iets nou die mensen daar zullen wel gedacht hebben wat, wat, wat doet die man met al die bestellingen? Uh, gebeurt daar niet iets heel vreemds? Want uh, nou ja, ja en hij heeft ze uiteindelijk getest. Hij heeft gewoon dus op, op zo'n echte le ja levensgrote Paspop heeft hij ja. een paar poses eruit gehaald. We zien hier weer uh, in jouw fotoreportage inderdaad nu de paspop. Ja, met een, en dit is eigenlijk een... gewoon het sprintende paspop. Ja, één been gestrekt naar de grond, één been achteruit. Wat zijn berekeningen voor, berekening ook acht. laten zien? is eigenlijk dat de ja, belangrijkste voor de totale luchtweerstand van een, een verspringster... zit hem toch in de aanloop. Ah, 80% en dan daar dan zijn eigenlijk we eigenlijk lopen. En dan kun je inderdaad als je... Dat toch al berekend ook, kun je dat meenemen naar de 100 meter sprint. En dat, dat zal hij uiteindelijk. En naar doen. de marathon. Je hebt hierna nog een mooie foto. Ja. Want hier zien we dus haarstuk 1 tot en met haarstuk 10. Precies. Hij heeft eigenlijk gewoon 10 verschillende haarstukken met elkaar vergeleken op een uh, uh, verder uh, ja, blote pop. Ik zal je één ding nu leren wat je nooit meer vergeet. Een collega van mij draagt haarstukken. Ja. En die zegt dus, je zegt dus ook geen pruik. Want nee. de pruik doe je aan naar carnaval. Okay. En dit is een haarstuk. Nou, dan leer ik weer wat, uh, Dankjewel. <laughs> ja, nou ja, dit is een beetje: uh, we, we zagen die eerdere foto's om een beetje die range, denk ik. Uh, ja, van uh, kort naar lang, van heel naar strak in zijn naar onderzoek. Het wet. Ja. Um, ja, en dan een gut feeling zal zeggen: ja, die linker zal wel het minste last hebben. die met dat het, met het knotje. Ja, strak en langs misschien. Het hoofd die haar. rechter, ja, die heeft wel een hele bos met haar. Nou, die, die gaat het meeste wapperen, zal misschien het meeste. Maar dat is het interessante: van uh, mensen die we hebben al heel snel een mening. Hè, van uh, ah ja, ik, uh, het is duidelijk dat je. Lijkt me logisch. Ja. Ja. Want die haren gaan die kant op of zoveel volume in die haren of wapperende kleding. Ja, ik heb geleerd dat je uiteindelijk de enige manier om erachter te komen is echt in een windtunnel te gaan uh, staan, zitten uh, en, en metingen te doen. Omdat het zo onvoorspelbaar is wat luchtstromen eigenlijk precies doen. Um, nou ja dit is dan het voorbeeld dus ja, wat de pruiken, foto die ik de, voor de zet. Ja, haarstukken haarstukken haarstukken, haarstukken Jurgen. en we hebben de verschillende kledingstukken ja. waarbij, uh, van de, strakke top strakke ja. broek ja. naar losse broek strakke top ja. los shirt nou, en dan varianten. zeg je ja altijd ja maar hoe realistisch is dat ja hij zoekt dat. gewoon natuurlijk een beetje de, zeg ik dat ik vind dit heel mooi op de de luisteraar hoor ik nu al zeggen van <laughs> nou maar zo loopt dat ook niemand bij nou ik denk het wel dat je, denk je, het als je normaal rondkijkt bij een hardloopwedstrijd of in een stadion dan uh, Ja, het enige wat, wat ik niet herken is. Kijk, ik loop altijd in zo'n mooi uh, slimme op steren Active Dry shirt met mouwen. Ja, ja. En al deze kleding uh, heeft alleen maar uh, halt. Uh, hoe heet het? Uh, singletjes. Ja. En uh, ik, ik weet dat er beperkte vraag is in de community. Ja. Komen er ook slimme presteren singletjes? Dus misschien moeten we, als je dat nu ook wil, moet je maar even mail uh, sturen. Dan uh, als ik genoeg animo heb, dan komen die er. Ja, ik ken er een en die heeft gewoon uh, ja, die een singletje smaak van, onze onze van ons. Ja, 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 ja. Ja. En wat we natuurlijk ook, even, dit is puur kleding. Uh, de sokken heeft hij nog niet meegenomen. Huh, snelle sokken? Ja. Uh, Terwijl ik net al zei, dat been, dat gaat natuurlijk nog sneller door de wind. Ja, ja. Dus daar ja, dat, dat kunnen we dus, als mensen denken: ja, dan moet ik die sokken hebben. Ja, die moet je sowieso hebben, maar we ja, gaan geen uitspraken voor doen de mode als, uh, ja. ja. Hoe hey, aerodynamisch voordeel ze geven. Veel gekletst over ja. de opzet van bedblokkers Blokkers ja. studie. Goed gedaan, veel variaties. Zeker. En Jurgen, wat lang. heeft hij gevonden? Ja, hij heeft hij gevonden. Elke, nou daar komt het hè: elke haarstijl doet die luchtweerstand bij een sprint toenemen. Dus hij heeft ook een, een, een. Omgedraaid, je kan het beste een kale man van middelbare ja. leeftijd zijn. Heb je minste luchtweerstand op ja, je haar. Zelfs dat, dat knotje. Dat gaf uh, een stijging van de luchtweerstand met 2,3%. Uh, en het lang krullende haar, dat is niet die ene met de grootste habels, maar eentje daarvoor. Tot 8,7%. Um, met die dreads bijna ook, of niet? Ja, hij is 4 die... of hij is 9. Nee, die uh, vier. Volgens oh, mij. Ja. Oh, okay. Dus ja. grote bos krullen, dat is ja. het allergrootste nadeel? Ja. Ik even te denken of ik iemand uit onze community voor de geest kan halen die dat heeft. Nou ja, okay. nou ja en wat, wat betekent dat dan? Uh, hij heeft die berekening gemaakt bij het verspringen. Dan zou dat uh, met dat lang, ja, de extreme lang krullende haar, of dat lang krullende haar, zou dat 4,2 centimeter schelen. 4,2 ja. centimeter bij het verspringen? Ja, dat is het, flink, hè? En het knotje 1,2 centimeter. En als jij dan dit berekening voor de 100 meter sprint... Nou, dan kom je ergens bij je uit voor dat, ja, de, de minst gunstige haardracht. Ja, 2 tot 3, 2 uh, à 3 honderdsten op de 100 meter sprint. 2 tot 3 honderdsten. En ik denk de hele tijd, waarom vertaalt hij het niet naar de 1500 meter of naar de 5000? Maar dan liggen de snelheden lager of zo. Ja, ja. Dus dan is de afstand wel langer, maar de snelheid weer lager. Ja. Dan heb je het effect ongeveer hetzelfde. Ja, zou denk ik wel, ja... Maar hij heeft, die, hij heeft gewoon natuurlijk bij bepaalde uh, luchtstromingen gemeten. Dus Jurgen, is ons praktisch advies. Geen... Want de Slim Presteren Podcast gaat over praktisch ja. advies. Uh, aan alle baanatleten die nu luisteren. Verspringend, sprintend. Badmutchop? Badmutchop, ja. Eigenlijk, Eigenlijk wel, wel, ja. En dat zegt hij uiteindelijk ook. Er was ooit... Waarom zien we nog niet één gekke atleet die dat überhaupt probeert? Nou, ze, ze, ze zijn er wel geweest. Florence uh, Griffith, okay. Joyner, uh, Flojo. Ja. 1997, 98. Dat was razendsnel. Hij heeft nog steeds een wereldrecord volgens mij, in handen de 200 meter. Die had zo'n volledig schaatspak eigenlijk aan. En Bert... ja, ja, dus die deed met de kleding. Maar we hebben nu even alleen over het haar. Ja, Je maar ja, ook, het haar gehad. ook met, ook over het haar. Ja, die okay. had ook de haar, haar helemaal. Want wat bedekt. vond Bed met drink tot kleding? Ja. Losse haltertop, losse broek. Ja, dat broek. was toch uh, eigenlijk, nou sowieso een. Uh, Los, je zou zeggen, ga in Yenaki lopen, dat is misschien het beste. Hè? Echt waar? Uh, mag niet. Nee, maar zo is het niet. Want een nauw aansluitend topje en short doet de luchtweerstand zakken met 14 14? Ja, echt heel Ten hè? opzichte van huid of ten opzichte, ten opzichte van, van los? Ten opzichte van huid, ja, van niks. Ja, want dat las ik ook in de column van Thijs Zonneveld. Die zei: stof heeft een lagere luchtweerstand ja. dan huid. Ja. Verbaasde mij. Ja, ja klopt. En, en dus dat scheelt al zeven centimeter bij het verspringen. En dan had hij een, de andere extreem. Als je juist je luchtweerstand omhoog hebt, wil hebben. Door wie wil dat? Hè? Met een, door de verkeerde kleding aan te doen. Vond ik nog een beetje ingewikkeld. Omdat dat met een, wel ook met een strak topje gebeurde, maar dan wel met een loshangende broek. Dus het is niet zo simpel van alles wat loshangt is per definitie slecht. Het is met name het die broek. Het is die combinatie, in dit geval die, uh, die broek. Holy shit. Dus vandaar dat je eigenlijk al die combinaties die hij getest heeft ook moet testen en dan per... Per individu misschien. Of, deze uh... deze modepolitieboy loopt dus al in die jaren dat ik nu altijd hardloop. Ja. Ook in die marathons heb je hem misschien wel zien. Altijd in zo'n lekkere nylon voetbalbroek. En dat vind ik, ik, nou, vind ik hem ook heerlijk doe lopen. Ook, ja. Ja. En dan vind ik die mensen met die running tights ja. echt altijd belachelijk. Ja. Vooral nou, ja. hoe het eruit ziet. Maar jij zegt dus eigenlijk uit het onderzoek is juist die flubberbroek... Ja. heb je het meest aerodynamisch nadeel. Ja, van. Ja, een toename van de luchtweerstand met 14 of 13,5 procent. uit. Ja. En dus als je die dus ook weer 6,5 centimeter verkeerde kant op. Dus als je die twee extremen neemt, samen opgeteld, kan het een verschil geven in 50, van 50 procent in je luchtweerstand door slim te kiezen. Maar daar gaat dan toch op een marathon ook wel uitmaken. Ja, ja. Okay, maar dan hebben we weer die snelheidsverlaging ten opzichte van die afstandsverhouding. Ja. En, ja. en bovendien, uh, ja goed, dan denk ik nog steeds in een groep. En ja, nou ja, als je uiteindelijk met die 2%, die Kaal noemde, 6, pro, 6 seconden wint. Ja, dan zou je in kunnen studio zeggen. In die studie uit 86. Ja, nou ja, ga, ga richting de 10%. Dan zou het naar 12 seconden gaan. Nou ja, 10 seconden. Ik vind het nog niet zoveel, Martel, maar toch. Alle, alle beetjes helpen. Het moet ook een beetje fijn zitten. Hè? Waarom doe jij zo'n losse uh, voelbroek ja, aan? Comfort. Ja, comfort. Ja. Dus ja, moet, je, als je moet, moet jij straks met zo'n strakke... Nee, ik schaam me dan vooral. Ook. <laughs> Bijna. Aan de andere kant, in die drie maanden dat ik triathlons doe, loopt ja. er ook eens een belachelijk Ligra-pakje. Ja. En je doet nou die gekke haarband toch ook al om. Dus nee. Ik bedoel, ik vind het allemaal, <laughs> Daar ben ik nog niet helemaal aan. Uh, ja, je moet het gewoon doen. Uh, Gerrit, hè. Hey? Ja, maar ik vind het toch een verrassende uitkomst. Ja. En wat ik ook uh, vooral verrassend vind... Ja, dit is dus een nieuwe studie, hè? Ja. Want ik zit me ook altijd af te vragen... het is toch bizar dat dit geen onderwerp is bij hardlopers, ja. hè? Nog niet, of misschien wel, achter de schermen. Ja, Jurgen van al begint het. met stellen... atletiek is een conservatieve ja. sport. Nou, kijk, het feit dat Niels LaRos met die sleeves uh, rondliep, ja. ineens volgens mij alleen in die finale en niemand anders deed. Het feit dat Kip Choge ook met sleeves al uh, bij die sub 2 of in, uh, af en toe rondliep. Ik heb daar nog nooit goed op ingezoomd. Iedereen dacht toen ook van: nou ja, het zal wel. Of hij, <nogstuken> nu, meestal zie je bij de marathons of de, denk je, ah, dat is puur voor de kou, toch? Ja. Maar wie weet, zit er al slimmerikken tussen. die, als je goed kijkt, hebben die bobbeltjes en, uh, en, ja. en gleufjes en sleutels. Nou, wat ik dus, zeg, uh, vooral met dat zwaaieffect van zo'n arm ja. door de wind. zijn die snelheden veel hoger dan de gemiddelde snelheid ja. die je loopt, natuurlijk. Ja, ja en, dat is, nou, en dat, dit, dit is nog maar één simpel ding. wat Bert ook benoemt. en wat al die, die wetenschappers die hiermee bezig zijn zeggen. Ja, en nou heb je gewoon kleding bij uh, een, een kledingwinkel gekocht. Maar zonder op te letten eigenlijk van wat, welk materiaal is het precies gemaakt. Uh, textiel. En daar, kun, daar blijkt dus ook enorm veel verschil. Kun je verschil. dat dan een beetje oplepelen? Want, uh, want als, als Sonneveld zegt stof is ja. sneller dan huid. Welke stof moet ik hebben? Is nee, het liqueur? Geen... Is het active dry? Is ik het heb geen idee. Dry, uh, ja, want je, je, je hebt elastaan, polyester, nylon, polyamide, coatings erop. Ik denk dat de coatings tegenwoordig heel veel... Ja, daar, daar gaat mee gewerkt worden. Ja, maar ik we moeten ook, ook nog, een paar weken terug, moet ook koelen. Ja, Dus je nee, kan jezelf niet helemaal in een nee. coating stoppen. Ja. En ik weet van de aanloop naar de Olympische Spelen. Ja, ik heb natuurlijk toen wat verteld op Radio 1 over dat foilen. Ja. Doe die dame die daarmee, Jan-Loes Lambert. Die, Lammert, die Voor had, de mensen uh, toch die dat even ja. gemist hebben. Je was thuis de Olympische Spelen, vijf dagen lang op Radio 1 te luisteren. Met een mooi item over uh, innovatie in de Olympische Spelen. Mm -hmm. Terug te luisteren via de website van Radio 1. En toen heb ik inderdaad met iemand van TU Delft alleen maar slecht over de foil zelf gesproken. Maar ook uh, heb ik toen uh, met een collega van Wouter Terre gesproken over het pak. Wat zij speciaal ontwikkeld hebben. Want door dat foilen werd ineens die luchtweerstand. Superbelangrijk. Ook van de persoon ja, op de plank. Ja, bij het kitesurfen. Want ineens je gaat richting 70 km per uur. Dus uh, ja, en dan kun je wel zeggen, nou doe hetzelfde aan als een schaatser of wielrenner. Maar ja, zo simpel is het niet. Je moet het gewoon, gewoon meten. Dus die die had ook speciaal uh, pak ontwikkeld met op bepaalde plekken bobbeltjes en, en, uh, en andere plekken juist weer, weer glad. Jij zegt iedere keer, je moet het meten. Ik denk altijd, weer een modeding. Ik vind het, uh, ja, ik weet dat ik nu luister, schoffeer ja. die met strakke beentjes rondloopt. Maar ik vind het altijd een beetje belachelijk om als amateur wielrenner je benen te scheren. Ja. Ik rechtvaardig ah, ja. dat ook altijd als. Ja, maar kijk, is een beetje, dan wordt die been bobbelig van. Dat is goed voor de weerstand. Mogen we dat stellen? Nee, nou, zijn haren dezelfde bobbeltjes als de bobbeltjes op de Nee, dat uh, de denk skin? ik. Dat denk ik. Uh, misschien jouw haren weer net anders dan mijn haren. <laughs> dus shit. Zo simpel is het niet. Maar het, wil, het geeft ook wel aan dat Sek alleen maar huid. Ja. Ook niet per definitie uh, heel glad hoeft te zijn, zeg maar. Omdat... Nee, dat bedoel ik altijd. Iedereen wil al bobbels op zijn pak. Ik denk, nou, ik heb al bobbels ja, op mijn benen. Ja, kippen, kippenvel zou ideaal zijn. Alleen, ja, daar heb je meestal niet zoveel uh, mee te maken. Nou, als je, altijd, als je in Rotterdam over de, ja, ja, over de brug precies. terugkomt, dan ja. heb ik wel kippenvel. Dan op die hey, we gaan schakelen. We, gaan, ja. we hebben het al een beetje over La Rosse. We hebben het over de Olympische Spelen. We hebben het over toppers. Kortom, we gaan uh, zoomen met Vroemen. Maar niet voor dat we even een paar luisteraars in het zonnetje zetten. Want... Je zal je verbazen. Maar vrienden van de show, ze blijven maar komen. Ja, okay. Enorm dankbaar zijn we daarvoor. Mensen die onze podcast steunen met een kop koffie in de maand. Of liever nog een pot koffie per jaar. Want dan uh, krijg jij een kopje gratis. En dan betalen wij maar één keer transactiekosten. Schrappig hè? Soms heb je een lijst met mooie voor- en achternamen. Dan kun je een beetje denken: oh die ken ik, die ken mm -hmm. ik niet. Uh, we hadden laatst nog uh, bijvoorbeeld de directeur van de Triathlonbond ertussen zitten. Ik heb nu een lijst voor je met veel <laughs> voornamen. Alsof we ze verzonnen. Het begint bijvoorbeeld met. Een Guido. Of ah, een Guido. Weet ah, niet welke? Eindelijk is je vriend. Potje van de per show, jaar. Arthur Stutvoet. Misschien ken je hem wel als je nu luistert. Thomas. Die werd ook vriend van de show voor een pot per jaar. Rob van der Avoort. Die ken ik dan wel uit ik de ook. community. Leuke vent uit uh, Zuid-Holland. Goede triatleet, hardlopen. Raymond werd het. Jessie werd het. En ook Els doneerde ons een pot. Koffie per jaar, dankjewel voor jullie steun. En uh, zoals altijd, is er dan iemand in de community die een paar snelle sokken. Daar heb je het weer. Even mooi die enkel strak, beetje compressie zitten wel op. Uh, gaat verdienen. Omdat hij of zij aan ons laat weten in een bericht van ongeveer 30 seconden. wat hen sneller maakt door al die afleveringen sneller presteren. We gaan luisteren naar onze eigen, zeg ik dan, uit onze ja. eigen triathlonvereniging, Jaap Jochman. Hoi. Sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miet, niet, Hi Gerrit en Jurgen, dit is Jaap Jochman van de UATT. Als je mij nou vraagt wat heb ik meegenomen uit al die afleveringen van de Slimmer Presteren podcast, dan uh, moet ik toch denken aan aflevering 156, waarin jij, Gerrit, beschrijft hoe je van mij wint in een eindsprint op de brink door je pasfrequentie omhoog te gooien. En uh, laatst deed ik met de teamcompetitie mee in Zeewolde. Waar ik een, een, in een eindsprint verwikkeld raakte met een andere derde divisionist. Hij mij bijna nog verschalkte en ik dacht uh, hoe kan ik hem nog pakken. Oh ja, pasfrequentie. Dus uh, ook daar de frequentie verhoogd. Nog net gewonnen en uh, wat extra punten gepakt voor de UATT. Dus dat was een hele praktische tip die ik nu ten goede kon keren. Thanks nog Gerrit daarvoor. Tot snel mannen. Dag. Ha, dankjewel Jaap. De snelle sokken komen jouw kant op. En als je dus ook een paar snelle sokken wil uh, verdienen... Ik, het is niet winnen, het is verdienen. Dan laat ons via een voicebericht jouw uh, tip weten. Um, ik dacht, deze is wel passend voor deze aflevering. Als je je debatmuts al op hebt. Als je het Lycra pak helemaal strak hebt zitten. en je hebt uh, je benen al dan niet geschoren. dan kun je altijd nog de pasfrequentie omhoog te gooien. <laughs> nog wat sneller gaan in een sprint ja, dan. Maar he? wat in doet dat met die luchtweerstand? Ja, die gaat dan omhoog ja, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. ja. <laughs> hey, uh, we gaan eens even met Guido doorpraten over de slimme sleeves van onder andere La Rose. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Ah, goedemorgen. 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 Uh, we moeten het hebben over aerodynamica bij hardlopen. We zitten al een paar uur. Nee, niet. Maar we zitten al een hele poos in de windtunnel van Bert Blokken. En nu ja. hebben we even het topsportperspectief van jou nodig. Kortom, Niels LaRos en innovatieve 3D geprinte sleeves K. op zijn armen. En ik hoorde op de Olympics, hij wilde ze ook op zijn benen dragen, maar dat mocht niet. Hmm. Wat weet jij ervan? Niet zo heel veel wat dat betreft, denk ik. Eh, wel van aerodynamica, maar um, ik ken de sleeves met, met uh, de 3D print, uh, kende ik niet. Dus ik zag ze en ik denk, oh, bijzonder, maar um, ja, vanuit uh, triathlon zoals, uh, zoals vaker, daar mag wat meer en daar kun je wat meer experimenteren met dingen. Hebben we die, die dingen natuurlijk ook al wel en dat op de benen, hè? dus op de Calf sleeves. Voor over de, de onderbenen. En, en, en vaak met pakken. die dan ook wel weer bepaalde ribbelstructuren. over de schouders en over de, 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 de mouwtjes bovenop hebben. Dus daar ken ik het dan wel van. Kijk, bij hardlopen. ligt de snelheid weer wat lager dan bij fietsen. Ja. Dus de winst zal dan ook weer wat lager zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen winst te behalen is. Ja. Jij uh, begeleidt topatleten. Geef jij uh, wel eens kledingadvies mee? Als je toevallig staat te kijken je zegt, joh, shirt in je broek of uh, ja, do, no. <laughs> doe eens wat lycra aan of doe dat haren in een vlecht. Ja, nou ja, het meer dat je uh, de, bij, nou dat is ook bij het, de keuze van wedstrijdpak is natuurlijk wel uh, belangrijk, want ja, en dan moet je uh, toch wel weer een beetje kijken dat het uh, niet zo'n uh, wapper tenue is, uh, waar je sowieso Um, tijd weg gaat gooien, omdat je daardoor veel meer extra luchtweerstand krijgt. En ja, sommige pakken zijn ja, um, misschien wat verder wat dat betreft, omdat ze dat ook wel testen in windtunnels, of hebben getest. Ja, dan kun je daarvan profiteren. en dan denk nou, misschien moet ik dan toch de keuze maken voor die pakken, in plaats van andere. Ja, is er een he, flinke strijd gaande in de triatlonwereld? Nou ja, net zoals natuurlijk je bij het wielrennen in ieder geval veel ziet. Met, uh, ja, nou, we kennen het van de helmen van, uh, mm -hmm. van Visma ja, Lewis Bike ja. bijvoorbeeld. Zie je dat in die, in die trillende ook terug in, in uh, alles wat, wat over stroomlijn gaat? Dus kleding, helmen, nou ja, los van fietsen natuurlijk. Ja, belangrijk. Kijk, je, hebt een, je, hebt, je trekt één tri-suit aan mm -hmm. en daar zwem je, fiets je en loop je in. Ja, ja. Um, en het meeste voordeel met, met luchtweerstand haal je op de fiets. Dus daar, ga je, daar zijn wel uh, atleten van mij zeg maar, die dan met aero testen op de wielerbaan of eventueel in de windtunnel verschillende pakken proberen uit ja. te testen om te kijken van nou ja, waar... Kom ik nou met het laagste uit, met luchtweerstand? Ja. ja. Maar dan zijn we natuurlijk weer bij het wielrennen. Ja, dan maar dan ben ik, een toch, van ben, hardlopen. Ja, ben ik toch benieuwd, doen ze dan ook. Ja, ja Jury doet dus uh, beenstukken aan. Of uh, ja. Ja. armstukken dan ook? En houden ze die, die dan ook? Uh, houden ze dus die aan bij het hardlopen? Nee. Nee, want dan moet je weer het iets extra's aantrekken. Ja, ja, dus dat is een beetje de afweging van kost met me tijd het aantrekken, het comfort waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, want dat is eigenlijk met die, met die sleeves ook. Als je, die, uh, uh, als je een non-wetsuit swim hebt, dan mag je die sleeves weer niet aantrekken. Ah oh, ja, ja. Maar als je een wetsuit hebt, dan zitten die er al onder, dus dan mag het weer wel. En vaak is het meestal wel wetsuit, dus dan heb je die dingen gewoon al aan en hoef je niet verder nog tijd te verspillen om ze, als je de uit het water komt, nog eens aan te trekken. Ja. Want dat is vaak onhandig. Ja, en dan, dan, dan gaat allemaal over het wisselen. Joh. En dan hou je ze aan, dus ook bij het hardlopen. Ja. Zonder ja. je af te vragen, geef ik me, me dit dan ook nog hier voordeel. Ja. Eigenlijk geen idee, toch? Denk als het bij het fietsen voordeel geeft, dan geeft het bij het lopen hooguit minder voordeel. Ja, ja. Maar dat is minder. nooit nadeel, natuurlijk. Ja. Hey, nee, als we dan nee. toch een beetje off topic gaan in de triathlon. Leuk om Martin Bredijk nog even een shout-out uit te geven. Ik kwam hem tegen in Parijs bij de Olympische Spelen. Mm -hmm. Mocht ik bij hem zitten toen we naar de, 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 de mixed relay keken, de landenwedstrijd. Ja. Toen wees hij mij, en later stuurde hij me ook nog een artikel rond, op de pakken van de Britten. En ik weet niet of jij kan erin, rond die tijd in onze UATT bakkie app gingen er ook wat vragen rond: hoezo zijn er sommige triatleten helemaal in een soort ja. badpak, lijkt het wel. Ja. Oh, en die ja. Britten hadden juist, en dat wist Mark, uh, uh, Martin mij ook te vertellen, maximaal stof ja. op de armen, op de rug, ja. op het zijpand. Vanwege, volgens mij, vooral drijfvermogen in de swim. Ja. Maar dat is toch wel een onderwerp, wat in ieder geval op dat hoogste niveau bij sommige teams ook Wij snappen wordt. wel waarom, toch? Ik bedoel, zoals we net bespraken, ja. huid ja. is niet het beste. Stof is aerodynamischer, ja. of hydrodynamischer van ja. ja. ja, ja, ja. nou, zwemmen, ja. dan huid. Ja. Ja. Nee, maar dat is ook bij het lopen dus zo. Hè. de stof kan gewoon minder luchtweerstand geven dan gewoon blote huid. Ja. 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 En dat is denk ik, ja weet je, dan, dan zoek je daar ook. Denk, nou, dan moet ik dus mijn armen, wat Marcel Aros heeft, uh, Niels Laros ja. heeft gedaan... De, die uh, bedekt dan de huid met iets waardoor de luchtweerstand of de, de lucht makkelijker om zijn armen heen beweegt. Ja, ja. En minder werveling opwekt en dus lagere luchtweerstand krijgt. Ja, ja. ja ik ben heel benieuwd hoe, hoe zich dat de komende jaren dan ja, ontwikkelt. we de deze of niet, aflevering al in de over? Uh, ja, ja. Badmuts op de atletiekbaan of niet? Wat denk jij, uh, Guido? Ja, je ziet het vooral. Ik, wat dan vaak wel eens opvalt. Bij de atletiek en bij de sprintnummers, daar ga je veel harder dan 30 kilometer per uur. Mm -hmm. Dus dan maakt het echt wel uit wat je doet met je, uh, met je kleding en je haar. Ja, dan heb je wel uh, van die sprint uh, queens, die hebben dan echt, ja, die zien er opgedocht en die hebben dan heel veel ja. haar uh, allemaal wapperen. Ja. En dan denk je, ja. Kost 2,7 procent hebben we net geleerd. dat ja, maar is dat het snelste voor hun of is dat ja, weet je, het is ook een merk. Ja. En, het, en weet je, het geeft hun waarschijnlijk ook gewoon veel meer moraal dan als ze een, een badmuts op zouden moeten doen of geen haar zouden hebben. Ja. Nou, ik heb inmiddels geleerd de afgelopen weken dat er af en toe wel topatleten ook naar ons luisteren. Ik zou dan willen zeggen, de atleet die als ja. eerste met een badmuts de baan op gaat, ja. die heeft nog wel kans om zichzelf als een merk neer te zetten, ja. toch? Want dan ben je echt innovatief. Straks. Ik ben even kwijt wie de, de dame was toen in het schaatspak. Die ja, sprint ja die, die noemde Jurgen net al. Ja, eerst had je Florence uh, Joyner Griffith en later Katy ja? Freeman deed het in uh, ja. Australië. Ja, toen precies, ja. uit Australië. Ja. Freeman. Ja. 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 En je en zou dat... zeggen dat dat moet navolging krijgen, is toch niet gebeurd, gek genoeg. Gek, hè? Nee, ja. Maar wij nee, herinneren he? die dames nog wel. Dus iedereen ja. die een leuk, innovatief sponsorcontract zoekt, badmuts erop. Dat kan natuurlijk ook mooi. Nou, nah. zullen wij slimme ja. presteren badmutsen maken voor atleten? Lijkt me uitstekend. Ik Plan. zeg bij deze. Ja, ja. ja precies. Slimmerpodcast.nl/slash webshop, daar staan ze nog niet. Ik zeg bij deze, als ik meer dan 10 mailtjes krijg van iemand die zegt: ik wil een slimme presteren badmuts. Kom ofwel op. voor zwemmen, ofwel voor lopen, want je hebt toch van die nylon uh, mm -hmm. badmutsjes ook. Dat ja. zou dan voor het die lopen zijn, natuurlijk, hebben. hè? Ja. Lika. Ja. ja, voor het lopen moeten we ze hebben. Ja. Maar voor zwemmen mag ook. Uh, meer dan tien in de mail, prebestellingen, dan gaan we ze maken. Dus uh, je kan nu gaan mailen: slimmerpodcast.nl. En als je ze niet uh, later uh, in de webshop of op de social ziet, dan hebben we de tien niet gehaald. Maar uh, merk het vanzelf: met die omiusband erin verwerkt, hè? Alvast. Nee, nee zonder suikerklontjes. <laughs> ja. uh, waar moet je dan kijken of die in de webshop beschikbaar zijn? Dat doe je natuurlijk op onze social media kanalen: slimmerpodcast op Instagram, slimmer presteren op LinkedIn. Komt vanzelf een post terecht op het moment dat er weer een nieuw in de webshop is eventueel de singlets waar we het vandaag over hadden, geldt hetzelfde voor 10 mailtjes is bestellen, en uh, uh, dan kun je ons ook natuurlijk uh, nog vinden op de webshop uh, of op de website www.slimmerpodcast.nl. Vind je ook van deze aflevering weer zijn eigen pagina en uh, kun je alle linkjes en show notes uh, goed uh, terugvinden. Tot zover. Mooi weekend voor de boeg. Uh, morgen is het de Heuverrug Triathlon. Ja. Als alles goed gaat bij het Meer. Ik ja. ben daar dit jaar niet bij betrokken. Ik ben niet eens in de buurt. Jij wel, voor ik? Zeker, Jurgen? ik sta ja. langs de kant. Het uh, hoedje huigen. Exact. En uh, het parcours vrij te houden. Ik ben ja. zondag wel aan de start bij de Dam Dam. Dus uh, mocht je meedoen aanstaande zondag... bij de start staan uh, bed Pessing en ik... de hele dag met onze microfoon in de hand. Dus uh, geef me een zwaai en een shout-out. En uh, heel veel plezier op jouw 10 uh, miles, uh, zou ik kunnen zeggen. Tot zover, uh, Guido, denk ik. En dan gaan we ons maar eens even inlezen en verdiepen. Want volgende week is het tijd... Voor weer zo'n aflevering met luisteraarsvragen. Daar ben jij dan de hele aflevering bij. En dan dit keer specifiek gaan we het hebben over allerlei vragen over slimmer trainen. Ja. Koffie ah. naar je hand, toch? Oh. Dat is niet belangrijk, kan toch? Over, kan ik wel wat over vertellen. Ja. Ja. Goed. Kijk er naar uit. tot volgende week. Hoi. Giro. Hoi. Terwijl je verder loopt met de wind door je haren, luister je nog steeds naar de Slimmer Presteren podcast, waar je op het eind altijd nog een tip krijgt om verder te luisteren in ons rijke archief van meer dan 190 afleveringen. Jurgen, we hebben het tijdens de aflevering al genoemd, het is niet de allereerste keer dat we het over aerodynamica en hardlopen hebben. De tweede keer namelijk. Kortom, <laughs> moeten mensen verder luisteren? Dat is aflevering 111, eh, waarin eh, we kijken eigenlijk van, is het nou wel of niet nuttig om in de slipstream van je voorganger te gaan lopen? Ja, het is eigenlijk een soort deel 1 van ja. uh, deze aflevering. Welke dan? Deel 2, wat, waar we er dieper op indoken.